is Cheyenne Woodlawn. Van harte welkom vanavond bij deze toch wel bijzondere gebeurtenis. Naast mij staat aan de linkerkant van mij, in deze ring staat Michael Jansen, trainer van Vlissen. Hier aan het vlak naast mij, dat kennen jullie waarschijnlijk wel, dat is Marco. Technisch coördinator van de onderbouw. We zijn hier vandaag met de onderbouw, niet zomaar, maar met een speciale reden. Michael zal zo meteen daar wat meer over vertellen. Eerst even iets over Michael Jansen zelf, dat weet ik dan, toevallig. Begonnen als voetballer bij Vitesse, als profvoetballer bij Vitesse. Daarna Feyenoord, daarna allerlei blauwe vel in het Noord-Holland, FC Groningen, Cambuur, Go Ahead Eagles. En ooit vlakbij in de voorschrift van Nederland Elf nog gezeten. En tegenwoordig trainer bij Vitesse, onderdeel van de KNVB. En we zijn heel erg blij dat we onze samenwerking ook op deze manier met Vitesse verstand kunnen geven. Gaat het daar over mini-balletjes en springtouwen? We komen ooit, omdat ik net een keer heb ooit bij Vitesse opgedaan toen we daar op werkbezoek waren. En in 2019 zijn we gestart daarmee. Mooi dat het toen het kon. Investering ook vanuit de club, want het is allemaal gratis. Rugtasje, springtaal, minibal. Sponsoren en bestuur maken het mogelijk en maken het nog steeds mogelijk. Dat we dit kunnen doorzetten. Daar zijn we heel erg blij om. Want wij denken dat het een heel belangrijk onderdeel is van de opleiding, maar ook van het plezier in het voetbalspel. Michael Jansen, een heleboel mensen kennen je al als oud-betaald voetballer. Maar voor degenen die jou nog niet kennen, kun je je voorstellen en wat je hier vanavond komt doen? Ja, ik ben Michael Jansen. Ik ben nu momenteel trainer bij onder 14 van Vitesse. En ik ben daar ook coördinator van de onderbouw en de middenbouw. Ik hoorde dat een van onze partnerclubs hier, dus DVS, dat ze met die balletjes aan de slag gaan en met springtouwen. En dat doen wij al jaren en ik denk dat het goed is om vanuit ons ook te vertellen waarom we dit doen. Ja. En specifiek, je legt het net al uit in je voorwoord, dat balletje, dat is een klein balletje. Ze hebben hier allemaal een rugtasje gekregen, zoals we daar en zien. Ja. Zometeen komt hij nog wel een keer in beeld. Wat is er specifiek zo belangrijk om met zo'n klein balletje aan de gang te gaan? Nou, ik denk dat het meerdere dingen zijn. Ik denk dat het vaak het technische als eerste genoemd wordt. Hè? Dat, met een klein balletje, dat je, als je daarmee kan hoog houden, wordt vaak gezegd, dan kan je met een grote bal ook. Wij vinden ook met name de afwisseling met een grote en een kleine bal vinden ook belangrijk. Dat doet iets met je brein. Je moet steeds gaan aanpassen. En wij willen eigenlijk voetballers hebben die en technisch zijn, maar ook die een goed aanpassingsvermogen hebben. Dus daar zit ook een grote winst. En wij gebruiken het kleine balletje ook niet alleen maar om te voetballen, maar ook gooien, vangen, verschillende opdrachten. Dus ja, het zit niet alleen in het technische, maar er zit veel meer achter. Ik hoorde voor de ouders huiswerk mee van voetbal. Dat klinkt als wel leuk huiswerk, denk ik. Ja, ik denk de jongens en meisjes die voetballen, dat ze het voetbal leuk vinden. Dus dan neem ik aan dat ze thuis ook graag willen voetballen. Het is niet wat voor ons verplicht is, hè, dus we verplichten het niet. We vinden ook belangrijk dat de kinderen ook gewoon buiten kunnen spelen en andere dingen kunnen doen. Maar je merkt wel als je huiswerkopdrachten geeft met hooghouden of trucjes, dat ze wel heel gemotiveerd zijn om dat goed te doen. Dus het werkt wel om dat zo op te pakken, ja. Leuk huiswerk dus. Hey, kun je iets meer vertellen over de samenwerking tussen Vitesse en DVS? Ja, de samenwerking heb ik zelf niet heel veel mee te maken. Dat doet onze coördinator partnerclubs, Kees van Buren. Die zit wat meer op de samenwerking. Ja, ik hou me wat meer bezig op het technische gedeelte. En dan hoort dit ook wel bij de samenwerking. Dus dat is een beetje vanuit mijn rol. Top, goed om te horen. Dit was eigenlijk wel wat we wouden weten. We gaan zo meteen ook een rondje over het veld maken. Dat de kinderen echt daadwerkelijk met de bal aan de gang gaan en met het springtouw. Dus bedankt voor dit interview voor zover, Michael. Ja, graag gedaan. Ik loop ook even een rondje. Heel goed. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Hè. Ja, ik vond het ook mooi op die tribune dat hij zich voorstelt van bij Feyenoord en weet ik wat hij allemaal had gedaan. Maar ook het Nederlands elftal.
applaus van de tribune af. Prachtig mooi. Ze waren bijna niet te houden, die kinderen. Nee, zeg dat. Als je het enthousiasme ook zag hoe ze hier over de muur heen kwamen. Precies. Leek Elfstede toch wel de stad. Weet je, en daar gaat het een beetje om, het plezier. Ik zie vooral als ik zo van, nou, we zijn hier vanavond bij elkaar voor de onderbouw. De onder de 8 krijgt voor het eerst, of onder de 7 moet ik zeggen. Die krijgt voor het eerst het bekende rugtasje met daarin een kleine bal en een springtouw. Ja, en ja, als je dat zo ziet gebeuren, dan moet je eerst stilzitten en dan wil je dat veld op. En nu zijn ze lekker bezig. Dus, klopt. Kun jij er wat meer over vertellen? Ja, heel graag. Ik sta nu te kijken en ik zie al dat ze gelijk moeite hebben om met het springtouw om te gaan. Dus we hebben dat niet meer. De kinderen die sporten wat dat betreft en spelen ook veel te weinig buiten. Waar wij vroeger van alles deden op straat en op het plein, zie je dat die kinderen vandaag aan de dag allemaal achter de computer zitten. Nou, dat rugtasje is zo belangrijk dat we proberen dat springtouw en die kleine bal gaat mee naar huis. En eigenlijk, dat zei Michael Jansen net ook al, ze krijgen dus opdrachten, huiswerk. Ik zei het gekscherend al, de kinderen krijgen huiswerk mee van voetbal, maar dat is wel leuk huiswerk. Ja, dat is super huiswerk. Ik heb altijd gezegd, DVS en vooral de opleiding is een soort school, maar het is wel de leukste school van Nederland. Want je mag lekker buiten spelen, je mag rollen met de bal, je mag doen. Maar het is juist leuk als ze dat mee zouden nemen naar huis en dat er thuis ook aandacht zou zijn. Dat ze met dat balletje bezig zijn. Dat ze niet de hele dag achter de computer zitten of met de laptop. Maar dat ze bezig zijn buiten met de bal. En het doet ook wat met coördinatie. Voetballen doe je met je voeten, maar voetballen doe je ook met je hoofd. Coördinatie komt daarbij kijken. Is daar dat springtouw ook belangrijk voor? Ja, enorm belangrijk. Bijvoorbeeld, we kennen het uit de boksport, op je voorvoeten staan. Nou, op je voorvoeten staan, dan ben je actief bezig. Ook met je coördinatie. Met waar ga ik heen, waar kan ik heen. Nou, dat leren ze met een springtouw. Je kan niet met platte voeten met je springtouw springen. Dan moet je op je tenen staan. Nou, dat zijn hele mooie zaken die erbij komen en die heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de jongens. Het is eigenlijk die onderbouw, daar leer je de basis. De basisvaardigheden, zoals we dat noemen. En die zijn super belangrijk. Wil je een goede voetballer worden, moet je de basisvaardigheden beheersen. Als je die niet beheerst, wordt het verrekte lastig om later een goede voetballer te worden. Nou, dat betekent, om het maar heel simpel te zeggen, dat ze de baas over de bal moeten worden. Als we nou kijken naar Frenkie de Jong afgelopen woensdag. We hebben natuurlijk een prachtige voorzet gezien van hem en daar heeft heel Nederland het over. Maar er was ook op een bepaald moment een moment dat Frenkie de Jong in een duel werd gebracht en dat hij omviel. Vlak voordat hij op de grond lag, kon hij toch nog gericht een paas geven aan de medespeler. En dat is een bepaalde kwaliteit. Dus je moet altijd leren onder alle omstandigheden, hoe je ook staat in het veld, waar je ook bent in het veld, hoe die bal er ook aankomt, om hem onder controle te brengen en hem ook weer, in ons geval, bij een geel-zwarte weer af te leveren, zodat we daarmee verder kunnen gaan. En dan hebben we heel veel over dat touwtje gepraat en specifiek een klein balletje. Ja. Een klein balletje. Waarom een klein balletje? Ja, dat is ook voor je motoriek met de bal. Als je deze jongens allemaal met een grote bal laat voetballen. Nou, je ziet, het lichaam is nog vrij klein. Die bal komt bijna tot aan de knieën van bepaalde jongens. Is zo'n kleiner balletje al veel fijner. Maar ook voor je ontwikkeling is het veel mooier om met verschillende formaten bal te spelen. Eigenlijk zouden we er ook nog een tennisballetje bij moeten hebben. En het zou zelfs mooi zijn, en dat doen sommige trainers ook wel, die dan tijdens het spel de bal gaat uit en dan wordt er een ander formaat bal, moeten ze gelijk mee doorvoetballen. Dan moet je eens voorstellen, dan moet je gelijk op schakelen van, ik ga met een ander formaat, ik moet me aanpassen aan die bal. Nou, een voetballer moet zich altijd aanpassen aan de omstandigheden. Het kan regenen, het kan sneeuwen, de zon kan schijnen, we hebben verschillende omstandigheden, een droog veld, een nat veld, noem maar op. Nou ja, aan die omstandigheden moet je aanpassen. Moet je altijd zorgen dat je de bal altijd onder controle hebt. Nou, dan komt dit allemaal uit de koker van DVS of is dat ergens anders vandaan gekomen? Want vanavond werk je samen met de samenwerking die je hebt bij Vitesse. Dat is de samenwerking die er is. Nou, dit zijn dus wel vruchten die je plukt van die je als regionale club toch in huis hebt dan. Ja, wij zijn super blij met de samenwerking met Vitesse. Jack en ik komen zeer regelmatig op Papendal. Helaas met de corona was dat een stuk lastiger en moeilijker.
Maar we komen er zeer regelmatig. We zijn er onlangs, ik zeg 3 weken terug, zijn we er ook weer een ochtend geweest. En het fijne van de relatie met Vitesse die wij hebben, A, is dat wij al de oudste convenant of samenwerkingsclub van Vitesse zijn. We hebben een buitengewoon goede relatie. En alle vragen die we hebben worden 1-op-1 beantwoord. Daar komen mensen voor. We kunnen die vragen van tevoren inleveren als we daar een visite gaan. Van nou jongens, we zouden wat willen horen over, nou ja, bijvoorbeeld de onderbouw. Hoe ga je daarmee om? Spelprincipes binnen de onderbouw of wat dan ook. Dan krijgen we daar uitgebreid en per direct antwoord op. Kunnen we langskomen en 1-op-1 wordt ons dat verteld. Dus die samenwerking die is echt geweldig met Vitesse. Eigenlijk een wisselwerking van waar beide clubs beter van worden. Ja, pertinent. Nou, Vitesse, nou pertinent beter wordt van DVS, dat ga ik niet zeggen. Maar wij worden er pertinent beter van. En vooral het directe contact. Meteen krijgen wij te horen van nou, wij pakken dat zo aan, wij zouden dat zo doen. En eigenlijk ook het springtouw en het balletje is een idee van Vitesse. En dat hebben we hier naartoe gebracht, samen met Vitesse. Nou, zien we vanavond de onderbouw aan de gang. De jeugd onder de 8 tot onder de 12. Ja, dat kan. Heel enthousiast zijn ze aan de gang. Dit is gewoon geweldig genieten. We hebben zien verschillende parcoursjes uitgezet, om het maar zo te zeggen. En ik denk dat we waar wat beelden gaan schieten, dat we daar ook even van gaan genieten. En bedankt voor dit interview voor zover, Vincent. Het is ook veel leuker om naar de jongens te kijken dan naar mij. Dat kan ik beloven, hoor. In ieder geval wel bedankt. Graag gedaan.